en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met dit mooie adventstuk. Er komen extra video's online omdat de pakketten heel hard gaan. Dan heb je nog meer keus en kun je lekker aan de slag. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan, dan blijf je op de hoogte van alles wat ik maak. En dan kan je ook gezellig meedoen als je dat wil. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het pakket kan bestellen. Dus dan krijg je een compleet pakket met alle materialen die ik vandaag gebruik. En heb je wat leuks gemaakt naar aanleiding van mijn video's, deel het dan op Facebook of Instagram. Tag mij en dan maak je ook nog eens kans op leuke prijzen. Dan gaan we nog gauw aan de slag. Ik heb hier een supermooi frame zoals je ziet. Waar de vier kaarsen van Advent op kunnen. Er zitten sterretjes op. Het is een houten stevige frame. Ik heb daar kaarsen bij. Die kan je er extra bij bestellen. Dit zijn heerlijke vanille kaarsen. Het zijn de meest gewilde kaarsen die er zijn. Dus vandaar dat je die er extra bij kan bestellen. En we gaan nou eerst beginnen met de glaasjes. Ik heb hier drie glaasjes. En die verdeel ik over het stuk. Je kan ze eigenlijk al echt wel vastklemmen in het frame. Maar denk je, het zit niet stevig genoeg, dan kan je eventueel een extra dotje lijm eronder doen. Ik gebruik vandaag dus ook een lijmpistool daarvoor. Ik breng jullie even wat dichterbij, zodat jullie goed kunnen zien wat ik doe. De flesjes zitten dus echt goed vast. Ik probeer nog eventjes of ze goed vastzitten. Dan vul ik de flesjes met een beetje water. Heel mooi bolmas en die ga ik ertussen verdelen. Je kan de bolmas gewoon in stukjes doen en die klem je eigenlijk als het ware ook weer tussen het frame. Op deze manier geef je echt groen aan het frame en wordt het straks één geheel met het stuk. Dat geeft wel echt wel een mooi effect. En dat doe ik ook met dit plantje. Let wel even op dat het niet in de buurt komt van de kaarsen. Nou is het plateau wel iets groter. Dit kan je gewoon droog gebruiken en droogt helemaal mooi in. En dit stop ik er ook tussen. Als het niet goed vast zit kun je er even een dotje lijm aan vast doen. Maar je kunt door het frame al heel veel klemmen. Dat geeft al mooi dat winterse sfeertje. Dan heb ik deze mooie zakjes. Die verwerk ik er ook in kleine stukjes tussen. En zoals je ziet druk ik die eigenlijk een beetje tussen het frame. Dan heb ik hele mooie stukjes kurk en die lijm ik op het frame. En dit doe ik op de stukjes waar eigenlijk nog een beetje veel zichtbaar is. Dus waar echt wel een plekje vrij is. Dus let goed op hoe jouw frame staat en waar je dan mooi een stukje kan plaatsen. Zoals je ziet is het frame heel mooi natuurlijk en dat is ook het leuke eraan. Want zo kan je eigenlijk zelf kiezen wat voor balletjes, als je dat nog extra wilt toevoegen, om ertussen te doen. Ik hou hem vandaag mooi natuurlijk.
Dan gaan we de flesjes vullen. Hiervoor gebruik ik Skimmia. En ik heb mooie rode ilex takken. Die geven toch echt al gelijk een mooie sfeer aan je stuk. Ik ga ze dit keer in stukjes gebruiken. En die zet ik dus op water en daardoor blijven ze extra lang goed. Dat is natuurlijk best wel fijn. En ik doe er ook nog wat kerstgroen tussen. Even wat kerstballetjes toevoegen. Ik gebruik hiervoor de kleur anthraciet. Deze zet ik ook weer vast met een dotje lijm. Gewakste dennenappeltjes. En ik vind het wel mooi om die warme kleur nog eventjes eraan toe te voegen. Daarnaast is het net een wat groter object, dus het past mooi bij het geheel. Wil je nou de kaarsen gaan aansteken, hou dan in de gaten met het kerstgroen dat je niet te hoog verwerkt. Er zijn veel mensen die gewoon een stuk zo neerzetten, maar ik kan me voorstellen dat als je de kaars wil aansteken, dan moet je wel rekening houden met het brandgevaar. En zorg dan dat de flesjes goed uit de vlam zijn. Daarnaast is het ook mogelijk om in plaats van de kaarsen, want zeg je van goh, ik wil ze echt graag aansteken, vaccines bij te bestellen. Ik heb hier hele mooie passende anthracite kleurige glaasjes. En zoals je ziet passen die ook heel mooi bij het stuk. Je kan dus kiezen voor de kaarsen of de vaccines. Dat is net wat je zelf wil. Qua prijs is het hetzelfde. Goed, dan lijmen we nog even de wax dennenappels vast. En dan hebben we het stuk klaar. Het is echt een heel mooi apart stuk. Het leuke eraan is dat je elke keer de flesjes kan vullen met andere bloemetjes. Dan zeg je van ik wil liever een roosje erin of wat dan ook. Ja, dan kun je daarin wisselen. Dus je kan elke keer wat anders erin doen. De takkenbundel, dus de basis, blijft gewoon heel lang goed. Dus dat is echt heel erg leuk. Je kan dus inderdaad kiezen tussen de vaccines of gewone kaarsen. Vaccines zijn wel veiliger met brandveiligheid, dus hou dat in de gaten. Wil je ze echt gaan branden, adviseer ik de vaccines. Maar zeg je van, goh, ik wil gewoon mooie kaarsen erop hebben staan, dan kan het ook. Maar dan moet je de bloemetjes iets lager verwerken en zorgen dat ze niet in het vlammetje komen. Wil je deze les nou meedoen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het pakket kan bestellen. De pakketten gaan heel hard, dus wees er snel bij, op is op. En vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog, abonneer natuurlijk gratis en deel jouw creatie op social media. En dan zien we mij de volgende keer weer. Doeg!